Ik pakte de kopie en keek aandachtig naar de tekst. Ik kon er niets zinnigs van maken en pakte weer de brief van de pater. Tot zover de tekst. Uiteraard vond ik de vertaling ervan hoogst verbazingwekkend, want het leek me een potpourri van christelijke gezangen, verzen en middeleeuwse magie. Waar in godsnaam vinden we in de christelijke gezangen de naam Lapis Jeruzalem? Wordt hier gesproken over een heilig mysterie? Duidelijk niet, want tussen de regels, in de lengte van de tekst, is het getal 666 te ontwaren. Kijkt u maar. Knijp uw oogleden samen en ontdekt het bizarre verschijnsel. Het mysterie betreft de antichrist. Het signaleert wellicht zijn komst en toegestaande macht op aarde. Dit manuscript, totale semantische chaos, duidt het aan, voorspelt, traceert. Het is, wanneer ik het zo mag uitdrukken, de vader van de leugen. Rest mij u te vertellen op welke uitzonderlijke wijze deze tekst in mijn bezit is gekomen. Terwijl ik enkele dagen in de bibliotheek van de abdij werkte, kwam ik in gesprek met een monnik, oud, grijs en aan het einde van zijn leven gekomen. Deze oude wijze, die op zijn gerimpelde neus nog zo'n antiek brilletje droeg, juist deze man was blijkbaar op de hoogte van een aantal merkwaardige mysteriën. Nu hij op het punt in zijn leven was gekomen dat het lichaam vergankelijker leek te zijn dan de geest, wilde hij zijn grootste geheim aan mij toevertrouwen. Blijkbaar had ik hem ook het vertrouwen geschonken. Ik weet het niet. Op de avond voor mijn vertrek, terwijl ik in de spaarzaam verlichte bibliotheek nog enkele documenten zat te lezen, kwam hij naast me staan. Ik zag zijn pij op een merkwaardige wijze bewegen en besefte dat het zijn verzwakte, trillende beentjes waren. Uit een oude leren studietas haalde hij een groen boek tevoorschijn met als titel De Kelten en hun rituelen. C'est pour vous, zei hij met een hoge en heese stem en reikte mij het boek met bevende handen aan. Hij vervolgde langzaam: zoek de wortel van het diepste kwaad. De orde van antichristenen die kennis hebben van het grootste geheim van de mensheid. Hierna brabbelde hij nog enkele onduidelijke en moeilijk verstaanbare woorden. Enfin, u kunt zich voorstellen dat ik er weinig van had begrepen en zag het op dat moment als een uiting van seniliteit, van verwardheid. Ik heb het boek meegenomen en er verder niets mee gedaan. De geschiedenis van de Kelten heeft, of beter gezegd had, nu eenmaal niet mijn interesse. 2 weken geleden, tijdens het ordenen van mijn boekenkast, viel het manuscript uit het boek. De rest weet u. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest. God zij met u. Père Justinus Blasimont. Ik was verbijsterd en kon haast niet geloven dat een kleine abdij bij Orléans dergelijke vreemde geschriften produceerde. Wie in godsnaam was die oude monnik? En waarom zat de tekst in een boek over de Kelten? Welke motieven hebben de man ertoe gebracht het manuscript aan Père Justine te geven? Ik was benieuwd naar de inhoud van dit boek. Nogmaals keek ik met toegeknepen ogen naar de geheimzinnige woorden en het cijfer 666. Ongelooflijk. Moest wel een grap zijn van de monnik. Natuurlijk was dat zo. Gewoon op het eind van zijn leven, teleurgesteld in zijn geloof, de wereld nog even de schrik aanjagen met de antichrist. Zoiets als een schijndode die, opgebaard in de woonkamer, het arme gezin de stuipen op het lijf jaagt, door met zijn knokkels tegen de kist aan te tikken en de vreselijkste kreunen te slaken. Een grappige, oude, dementerende, aan staar leidende monnik dus. Ik las de brief van Père Justine nog eens zorgvuldig door. Hij schreef, kwam in gesprek met een monnik, oud en... Geen woord schreef hij over een schizofrene, fantaserende, dronken, blowende of gestigmatiseerde man. Nee, gewoon kwam ik in gesprek. Alleen op het eind van de brief, waarin hij suggereert dat de oude man wellicht seniel is geworden, twijfelde ook Père Justine aan de kloosterling.
Ik vroeg me af of er een relatie zou kunnen bestaan tussen de abdij en de Fraternité de la Veuve Cathique, die in haar banier ook het getal 666 voerde. Merkwaardig was natuurlijk wel dat het boek, De Kelten en hun rituelen, daadwerkelijk een verband legde met het broederschap. Ik wist het. Het geheimzinnige manuscript bestelt een intrinsieke code. Een vlugschrift om wellicht Satans komst aan te kondigen. Gaf een aanwijzing omtrent de steen der wijzen. En was natuurlijk de formule om de lapis Jeruzalem abracadabra tot goud te transformeren. Om daarmee het gouden kalf te gieten. Was een lezenlijst van de FVC. Was bullshit. Ik wist het gewoon niet. Om het enigma op te lossen moest ik waarschijnlijk ook het boek hebben. Ik zou de pater vragen het mij toe te zenden. Misschien was het verstandig geweest hierover direct een e-mail te schrijven. Maar toen, die avond op mijn studeerkamer, was ik helemaal in de ban van het raadselachtige manuscript Lapis Jeruzalem. Ik herinner me dat ik ooit als kleine jongen van mijn oma een ruitvormig kartonnen kaartje heb gekregen dat met een groene fluweelachtige stof was bekleed. Aan de voorzijde waren met zwarte en rode inkt de letters IHS geschreven. Aan de achterzijde was een klein briefje geplakt. Hierop stond een merkwaardig gebed. Voor zover ik me nu nog herinner, ging dat als volgt. In Perara brak in 1468 de pest uit. Een engel van God bracht de boodschap dat de bewoners, die met bloed de letters IHS op hun deur hadden geschreven, gespaard zouden worden. En aldus geschiedde het dat honderden mensen de epidemie overleefden. Bid daarom tot de Vader met de volgende woorden en ge zult alles verkrijgen wat ge vraagt. Almachtige Vader, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, vraag ik u. Samen met een vriendje heb ik de tekst urenlang bestudeerd. We dachten dat het in code was opgesteld. Alleen al het woord Perara wisten wij dat het een stad in Italië was. En wat betekenden die letters IAS? We waren kinderen van 6 jaar oud. De brief uit Frankrijk voerde mijn geest tot eenzelfde hoogte. Ik begon de tekst letter voor letter, woord voor woord en regel voor regel te ontleden. Als eerste ontdekte ik dat de zinnen voor het grootste gedeelte fladden van sacramentsgezangen waren, schijnbaar ordeloos achter elkaar gezet. De eerste zin, fac me et cetera, kwam uit het Stabat Mater, een van de beroemdste middeleeuwse geschriften over het lijden van Maria bij de kruisiging van Jezus. In het Nederlands stond er: laat mij al mijn levensdagen over Christus lijden klagen, delen in zijn bittere smart. In deze zin was alleen het woord fixero foutief geschreven, want er stond een spatie tussen. Hiermee werd een deel van de eerste 6 gevormd. Ook de volgende regels waren grammaticaal volkomen ondeugdelijk. Ik doorzag al snel dat praktisch alle vreemde spaties eenzelfde functie hadden. Ze vormden de bouwstenen van de imaginaire 6. Hiermee plaatste de obscure schrijver zijn handtekening, namelijk 666. De titel Lapis Jeruzalem kon mogelijk verwijzen naar een gebouw, tempel of rots in Jeruzalem. Ik vroeg me af of dit tevens de reden zou kunnen zijn dat Herod in Israël was. Het begon steeds interessanter te worden. Verder werd in de vierde zin verwezen naar de Lapis Angula, ofwel de hoeksteen. Dus toch een gebouw of een tempel. In het overige deel van de tekst werd voornamelijk opgeroepen om de steen en Jeruzalem te loven. Het was werkelijk te gek voor woorden. Wanneer het door die endogame FVC-club geschreven bleek te zijn, had ik wel te maken met psychopaten. Uiteindelijk, het was al na 12 in de nacht, besloot ik het mysterie tot de volgende dag te laten rusten. Direct slaapvatten kon ik echter niet. Mijn gedachten pendelden tussen Jeruzalem en Londen. Michelle, zou ze me missen? Zou ze het onderzoek ook zonder mij voortzetten? Waren haar tranen gedroogd en... ik verlangde naar haar aanwezigheid. Verboden hunkering naar fysiek genot. Naar de aanraking van haar vingers. Naar de geur van haar lange haren. En bovenal begeerde ik haar speelse geest. Mijn abrupte vertrek uit Londen, waarmee ik mijn hart probeerde te schragen, leek zinloos te zijn geweest. Want van binnen, diep in het hart en de ziel, in de kiem van mijn denken, ja, tot in elk bloedvat toe was ik...
verliefd. Ontkenning. Heilige ontkenning. Nee. Ik voelde paniek. Als een dwarrelend blad, voor eens en altijd van de boom gescheiden, viel ik uiteindelijk in de diepte van een rusteloze slaap en wilde nooit meer wakker worden.